Danken voor jullie inzet en de tijd die jullie gestoken hebben in dit project. Zoetermeer is een groene en een duurzame stad en hier zijn we trots op. Dat willen we zeker ook zo houden. Maar een duurzaam bomenbeheer vraagt soms ook ingrepen. En dat zien we hier in Meerzicht. De populieren die al vele jaren in Meerzicht stonden aan de Meerzichtplein, Meerzichtlaan, hebben het einde van hun leven hier bereikt. Het risico op onveilige situaties maakt dat we besloten hebben om de bomen nu te vervangen. De gemeente heeft er van begin af aan voor gekozen om bewoners uit de omgeving actief te betrekken bij de plannen. En u kon met de ontwerpers van gedachten wisselen over dat nieuwe ontwerp. U kon uw voorkeur aangeven voor een nieuwe boomsoort. En u heeft meegetekend met de ontwerpers van de gemeente om ook de bergen naar uw wensen in te plannen zullen. En ook de natuurorganisaties zijn bij de plannen betrokken geweest. Nou, u heeft gemerkt, het vervangen van de bomen aan de Meerzichtlaan, dat gaat heel voortvarend. Het gaat zelfs sneller dan gedacht. En er komen nieuwe bomen. Samen met de bewoners is gekozen voor de koningslinde. Lindes die worden, we hebben gekeken op de website van Wikipedia, worden veelvuldig aangeplant als herdenkingsboom. Lindenbomen kunnen ook heel oud worden. En ze zijn ook heel goed, ik hoor het al een paar mensen zeggen, voor de bijen en de hobbels. En als je verder teruggaat in de geschiedenis, dan werd de lindenboom bij de Kelten en bij de Germanen gezien als een heilige boom. Er werden huwelijken die werden gesloten onder de linden. En de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Nou, een mooiere boom kun je hier niet wensen, denk ik. Ik ben blij dat dit project samen met de bewoners van de wijk Meerzicht is opgepakt. En ook dat aan de oproep van de gemeente door u als bewoners massaal gehoor is gegeven. Straks, als blijk van dag, hebben we ook nog een present gegeven. Maar eerst gaan de bomen wel terug. En ik zou Kitty Heij, ik ben daar van de Koos Noord willen uitnodigen om namens de bewoners naar voren te komen. Zullen we er samen over gaan? Ja, dat is het.